Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van Absolute Motors, waar we auto's mooier, beter en sneller maken. En dit keer de McLaren 27S van de enige echte Rico Verhoeven. Zoals net gezegd gaan we aan de slag met de McLaren 27S van Rico Verhoeven. En die is al een fantastische kleur, Volcano Orange, origineel door McLaren geleverd. Maar blijkbaar is die toch toe aan iets nieuws, dus we gaan hem wrappen. Maar dat brengt ook best wel een uitdaging met zich mee, want McLaren heeft zo'n auto ontworpen met heel veel mooie luchtlijnen. En dat betekent dat een deur bijvoorbeeld niet vlak is, zoals je eigenlijk gewend bent bij de meeste auto's. Maar dat er heel veel kanalen als het ware doorheen lopen. Dus hier zie je al dat hij helemaal een holling heeft. En dat je door naar het voorwiel kan kijken. Maar ook hierboven heeft hij een luchtlijn lopen. Dus hij loopt van voor, loopt helemaal door naar achter. Wat voor de nodige koeling, downforce, noem het maar op, allemaal zorgt. Maar wat er ook voor zorgt dat het wrappen best wel een uitdaging gaat worden. Nou, hoe we dat dan precies gaan doen, dat gaan we je zo laten zien. Dat geldt ook voor het paneel achter, die natuurlijk heel erg bol en heel veel vorm heeft. Alle kleine delen die daarbij komen kijken. En als je denkt van nou, hoe ga je zo'n oranje kleur van McLaren overtreffen? Dan moeten we wel met een hele bijzondere wrap gaan komen. Dus er bestaat er twee kleuren, maar wat het precies gaat worden, dat ga je zo zien. Kijk, komen we aan bij Timo. Timo, wat ben je aan het doen? Bumper aan het plakken zo te zien. Van de McLaren 27S van Rico Verhoeven. Ja, deze is dus gedemonteerd zoals je ziet, anders had hij niet op deze car gelegen. De spoiler is ook gedemonteerd. Die komt van de achterkant af. Die is zwart geplakt, dus die was origineel oranje. En kijkend naar de auto, ja, het is weinig van over. De voorkant is echt grotendeels uit elkaar. En iets dat opvalt is dat de voorkant nu rood is, de zijkant oranje en de achterkant is zwart. Ja, wat gaan we ermee doen? Je moet je kijken, dus het ding gaat echt gewoon compleet gestript worden voordat wij kunnen wrappen. En we hadden het eerder over de deuren. Hier zit normaal gesproken ook een paneel, die het natuurlijk heel lastig maakt om erachter te komen. Dus die hebben we apart gedemonteerd, zodat we dit vlak gewoon in ieder geval goed kunnen wrappen. En dan wordt dat gewoon los van de auto gerapt en daarna pas weer gemonteerd. Dat als je zelfs als je tussen de panelen doorkijkt, dat het gewoon perfect gerapt is. Maar ja, nogmaals, voorkant rood, midden oranje, achter zwart. Wat we gaan doen, moet je blijven kijken. De zijkanten zijn ook gewrapt. En nu begint het pas echt duidelijk te worden hoe het design eruit ziet. En dat is namelijk dat hij van rood overloopt naar zwart. De color fade. In Amerika zie je het tegenwoordig steeds vaker. En ja, dit is onze eerste echte color fade. En dat gelijk op een 27 en op die van Rico Verhoeven. Dus dat is natuurlijk gewoon super tof. En
Dit is ook gelijk een punt wat het weer extra moeilijk maakt op de deuren, want de deuren bestaan uit meerdere delen. Je moet natuurlijk wel zorgen dat die fade, dus van rood naar zwart, dat die onder en boven en ertussenin exact hetzelfde is. De fade zie je ook weer terug op de dakstijl. Dus knap werk zo bij elkaar. Goed ontworpen, goed geïnstalleerd. Dus dat doen ze goed. Ik zie trouwens dat de remklauwen ook gedemonteerd zijn. Want volgens mij gaan die rood gespoten worden. Dat past natuurlijk nog veel beter bij de auto. Dus die zal dezelfde kleur gespoten worden als dat de wrap is. Alles bij elkaar wordt dit natuurlijk wel gewoon een plaatje. Echt een plaatje. Riek, luister, we gaan naar kijken, want je kan niet wachten, denk je. Je staat nee, ik sta echt klaar. Fuck, ik zei het. Ik ga je dadelijk iets vertellen van wat we precies gedaan hebben. Okay. Het heeft allemaal ietsje langer geduurd dan we hadden gehoopt. We waren natuurlijk met de folie begonnen, waarbij we dachten toen we het erop aan het zetten waren van oh, dit vind jij niet mooi. En daar stonden we zelf ook niet achter, dus we hebben het helemaal opnieuw gedaan. Zal ik het doek eraf trekken of wil je het zelf doen? Of nee, doe jij maar, dan kan ik het in één keer, zien van hier. Nou, hou je vast. Ik moet zeggen, het is echt een hele andere auto. Oh, ja, oké, okay, oké. Ik ga hem gelijk filmen, deze moeten we gewoon... Ben je er klaar voor? Hop. You gonna film it? Yes. Oeh, baby. God, oh, wat is die dik. Lekker, hè? Wat is die gek, zeg. Ja, niet normaal. De eerste kleur die we hadden... Vind dit zo gek. Dit is Innostech Blood Red. Vind dit zo gek. En we hebben gek. De Innostech folie hebben we ook, zeg maar, gekozen omdat dat een hoogglansfolie is. Echt van een supermooie kwaliteit. En we hebben de bestaande Innostech folie, hebben we dus de printer overheen gelegd. Zodat je dat verloop krijgt wat jij zo graag wilde hebben. Nou ja, ik denk dat dat super gelukt is, heel eerlijk gezegd. Ja, echt. Dus van bloedrood naar pikzwart. Echt, echt heel gek. De remklauwen hebben we in dezelfde kleur gedaan als die de rode kleur. Is zo fucking smooth gewoon. Ja, niet normaal, hè? Wauw, ik vind het echt crazy. Wauw, en dit ook tof, dat dit zwart is gebleven. Zwart. Ja, wauw. Hij is echt... Het ziet er gewoon echt helemaal top uit. Ja, ik vind het heel gek. En ik vind het zo apart. Maar kleur is wel alles bepalend. Ja. Nee, echt fucking happy. Oh, echt happy, thanks Riet. Echt te gek. Lekker coronaproof. Zo. Ze zijn allebei getest, dus no worries, allebei getest. Ze zijn allebei getest. Heel vet. Gaat echt heel dik. Lekker hoor. Plekvrij, Rico rijdt net weg, helemaal blij met zijn McLaren. Wil je meer van deze content zien? Like en subscribe. Bedankt voor het kijken naar deze video en see you next time. Aangepakt. Bloed. Blood red. Too black. Even overnieuw. Ga even weg, jongens.